de hoesen. Nico, daar kan ik ondertussen wat te drinken voor je inschenken. Ik ben heel erg oké. Ja? Dankjewel. Okay. Ja, zeker. Volg gewoon in de koffie. Ik heb gaan raden voor wie wat is. Heb ik niet. Ja, precies. Ja, dit is voor Merel. Nee. Ik heb Merel dan een klein beetje gehoord. Ja? Ja, yes, topper. Ik denk dat dit voor vrienden is. Ik denk het wel. Ja, denk ik ook. En waarom heet dit dan de silo? Hoe geweldig dat die er dit eigenlijk een watersilo is. Zelf is. Oh, pardon, dat is dus redelijk logisch. Ja, denk ik. Ja? Even kijken hoor. Kijk hoeveel. Nou, dit het is echt veel. Het is echt heel veel, ja. Maar ik dacht, en ik dat heb je jullie dat nog zo nooit last gezien. Minute hebt kunnen doen. Oh. Ja. Echt geweldig. Nou, superleuk. Ik vond ook. Ik heb nooit zoveel kleding gezien, behalve in de kledingwinkel. Het is eigenlijk een mini-kledingwinkel die dan gewoon nu ineens hier is. Ja. En? Ja, chic. Ik heb bloed eten van. Ik ben nu mee eens. Jij hebt er van een stiekie over. Hè? Een stiekie. Ja, ik heb er twee van. Ja? Sorry, het duurt even voordat het afgewacht is. Nee, tijd alsjeblieft. Oh, wat leuk. Een pleutje wel komen. Ja, echt heel lief dat je dat wil doen. Een pleutje wel komen. Moeten we gewoon eerst even bepalen. Ik ben zo vrij om mijn jas even uit te halen. Ja, sorry. Doe alsof je thuis bent. Ja, gezellig. Ja, dat doen jullie tenslotte natuurlijk ook al heel lang. Ja. Dan zit je nog wel wat langer, maar... Ja, precies. Ja, dat kan ik helaas natuurlijk nooit overtreffen. Ik heb geen idee. Nee, in die korte tijd tot morgen niet meer. Nee, hè? Nee, wat spannend, jongens. Niet normaal. Ja, mooie make-up, hè? Ik voel me net Rihanna als ik dit zo zie. Nou, dat is ook precies dat is hoe je natuurlijk mag voelen als je als finalist bent. Ja, nou, zo voel ik alles. Het kost nog moeite gespaard. Voel me langer, schat. En er zijn ook nog wat jassen meegekomen, dus dat moet ook goed komen, denk ik. Wat leuk, echt. Even kijken, want het was zo vol dat mijn geliefde assistent het allemaal niet meer goed in kon pakken. En wat verschillende dingen bij verschillende mensen gehangen heeft. Maar zo hangt het allemaal bij elkaar. Ja, het zou ook leuk zijn, Bren, dat je in een jurk gaat. Ja. Langer haar op. Ja. Nou, het kan allemaal. Zo. Nou, ja. Nu zijn we uitgepakt. Hoe zullen we het doen, jongens? Wie wil er als eerste? Nou, verrassend. Nee, ik ga wel als laatste. Ik vind het heel leuk. Zullen we het op volgorde doen van de borden? Ja, een beetje volgorde. Oh, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, dat is toch heel leuk? Ja, ik ben altijd eens. Dat wordt een beetje een dingetje, ja. Dat maakt niet uit. Ja, dit is wel heel leuk. Maar even dat je geen eigen kleding hebt. Ja, dat weet ik niet. Ja, toch? Ik had eigenlijk een beetje bedacht dat jij dan een beetje een soort James Dean-achtig zou zijn. Weet je ook wie dat is? Met een t-shirt en een leren jasje, weet je wie dat is? Nee, heel erg. Kan toch niet? Hoezo weet je dat niet? James Dean is het seksicoon uit de jaren... Ja, 22. Die man is al langer een icoon dan ik leef. Dat is waar. Het is gewoon een lekker ding. Een hele knappe jongen. Hele knappe man. Hele knappe man, precies. Yes. Oh, dus, fantastisch, Bren. Ja, ik ben benieuwd. Of een soort, hij had ook heel vaak een soort spijkerpakken aan, ook heel tof is. Dus eigenlijk moet jij gewoon even zeggen, wat als je dit zo ziet, wat je dan het leukst vindt, dan passen we dat als eerste. Poeh! Of wil je gewoon dat hij iets voor je uitzoekt? Ja, dat kan ook. Ja, liever dat ik... Zoveel keuze. Ja, snap ik. Oké, nou, dan gaan we gewoon... Ja, ik vind het echt keif, joh. Oh, ja, maar ik vind het nog best wel spannend. Joh, morgen komt mijn familie weer eens even. Ja, dus je moet het goed uitzien. Ja, dat snap ik. Oh, nou, leuk. Laten we dan beginnen met een broek die heel erg lijkt. Echt grappig, jullie zeggen allemaal... Je zit er gewoon, je bent er gewoon bij. Is de stem uit Utopia 1? Ja hoor. Het was heel Ja, laten we hiermee beginnen. Okay. Dat kan gewoon hier, toch?
Je kan ook in het voorraadhok ja, hebben. Ja, ik ga wel in het voorraadhok. Nou, hoe vaak hebben jullie je wel niet uitgekleed voor elkaar? Heel vaak. Dat bedoel ik. Dus dan kan ik het wel lekker hier. Oh, ja? Kan gewoon. Ja, hele fijne avond. Ja, dankjewel. En goed kunnen slapen. Oh, dat komt nog goed. En niet te veel drinken. Sorry. Niet te veel neuken. Nee, dat komt nog goed. Nou, laatste avondje, schatje. Ja. Geniet ervan. Genieten. En nog even echt gas geven, hè, die finale. Ja. He, zet hem op. Tot morgen. Ja, ga lekker naar mijn hotelletje. Tot morgen. Iedereen een dikke kus. Ja, dat doe ik zeker. Dat doe ik zeker. En maak er een hele fijne avond van, hè. Arrivederci. Kleed je mooi aan. Leuk je te ontmoeten. Ja, en dat is was ook heel van kort te duur. Ja, ik ben heel kort. Hey, en Wil. Ik zie er altijd in en eruit. Wil. Oh, okay. Hij ziet er natuurlijk ook morgen prachtig uit, hè. Denk het wel. Hey. Doei. Hele fijne avond, hè. Dankjewel. Doei. 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 Oh. Kijk wel aan de andere kant. We kijken allemaal aan de andere kant. Toch? Ja, mannen onder elkaar toch niet? Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Oh, dit is echt... Oh. Mooi broekie. Kijk de brand. Oh. Ja, het lijkt heel erg goed wat je zelf aan hebt, maar dat geeft niks. Dan is het dan net toch even iets anders. Wil je eerst een schoen? Dat is misschien fijner, hè? Dan sta je niet zo op de... Oh, ik druppel hier. Doe jij ondertussen dan dit shirt aan, dan zoek ik even een schoen. Nicola, hoe lang doe je dit al? Al heel lang. Ja, want je hebt er... Nou, hoe lang doe ik dit al? Sinds 2006. Oh, wauw. Ja, dat is echt al best wel lang, ja. En hoe oud ben je, als ik vraag? Ja, ik ben heel oud. Ja, is dat zo? Ja, 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 helaas. Nou, raad maar. Nou ja, ik zou zo eind 20 zeggen. Ja, kijk, daarvoor wilde ik graag dat je ging raden. Nee. Nee, helaas, schat. Ik ben 37. Ach, hou op, hè? Oh, echt? Ja. Jeetje. Ja, ik heb een hoed en een bril op, hè. Dat verbloemt een beetje. Oh ja, slim. Maar jij bent 22, hè? Ja. Ja, dat is wat anders. Oh, dit vind ik leuk. Ja, dat is wel leuk. 37, hè? Nou. Ik mag hopen dat ik zo strak ben als ik 37 ben. Ja, het zijn Indische roots, denk ik. Yay. Oh. Oh, ik hoop dat Marokkaanse dan ook niet helpen. Yes, thank you. Kijk, misschien is het leuk als je dan even twee verschillende schoenen aandoet. Je dan kan kijken welke het lekkerst zitten. Ja, dat vind ik echt heel leuk, die zwarte. Ja, ik vind dit ook heel leuk. Ja. Maar dat is dan wel natuurlijk een beetje een smaakdingetje. Ja. Oh ja, die vind ik echt heel leuk. Want jullie moeten morgen ook buiten lopen. Ja. Sorry, ik weet dat dus niet. Nee, die tent die je buiten... Oh, Brent, fantastisch, die schoenen. Die tent die buiten staat, dat denk ik gewoon lekker zo eroverheen doen. Geweldig, toch? Ja, ik vind die laarzen... Die oh. Ja, oh, wat zie je er gaaf uit. Leuk. Die laarzen moet hij echt doen. De andere is hij net weer een boy. Ja. Oh. Ja. Ja, ik vind die laarzen ook vetter. Ja. Nou, kijk. Echt, die vind ik dan heel is die keuze cool. In ieder geval gemaakt. Zitten ze lekker? Ja. Oh, dat was lekkerder dan die sneakers. Echt? Ja. Nou, dat is fantastisch. En dan morgen een half uur. Heel leuk, die laarzen. Ik leg even je broek hier op de ijskast. Ja. Op de grond. Dat is voor niemand leuk. Of zou je liever een blauwe broek aan willen? Nee, heb je jezelf al gezien in de spiegel? Ja, oh ja, jullie hebben gewoon een spiegel. Wat goed. Oh, gaaf, hè? Ja, leuk, heel tof. Leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Heel misschien... vet. Misschien... Moeten we nog even kijken naar een ander jasje. Yeah. Gewoon even om je het gevoel te geven dat we echt even een doorpas hebben. Oké. God, ik voel me echt fabulous. Yeah. Zo heb ik me nog nooit gevoeld in Utopia. Ik überhaupt sorry. Nog nooit. Ik geef het je heel onhandig aan. Dit is ook voor de eerste keer mij. Ja, dit. Oh, ook heel leuk. Ik vind het leuker, hoor. Kijken, Bren. Ja, daarom moet je altijd even meer proberen. Ja, ik vind het leuker. Heel leuk. Kijk eens in de spiegel. Geen ook al een jaar. Dan het heel een donker geel. Ja, qua kleur vind ik dat andere jasje ja, ook leuk. Ja, dat is wel weer zo. Ja, qua kleur, hè? Ja. Maar het misstaat je zeker niet. Maar qua kleur hebben we bijvoorbeeld ook nog dit. Oh, leuk. Die lijkt me ook wel heel vet, hè? Nou. Oh, ik bemoei me ergens mee. Je bent als eerste, maar dat betekent niet dat je daar niet heel veel dingen mag plassen. Ja. Tuurlijk, het hartstikke leuk. Ik wel heel makkelijk. Ik denk van, leuk shirtje, oké. Nee.
Vind ik ook, ja, vind ik toch die andere leuk. Ja, die bruin. Ja. Nog steeds bruin, ja. Nog steeds deze? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, absoluut. Ja, dit is niet zo mooi met het shirt eronder. Die jas hier. Ja. Maar we hebben nog een bruine. Misschien vinden we die wel. Oh, is vet. Oh, ja, precies. Lukt het? Ja. Ik kan hier niet over uit. Maar dan is denk ik die wel. Ja, nog steeds die andere. Die is het. Ja. Oh, en die schoenen zijn... Ja, die schoenen, ja, die schoenen zijn echt heel tof, hè? Ja, ja, die zitten ook echt heel chill, hoor. Heel leuk. Je heel goed. Ja. Wil je nog een riem? Jij wilde een riem, hè? Ja. Nou, dat kan. Oh, chic. Oh, die... Ik weet niet of je mijn andere riem hebt gezien, maar die is... Dan schrik je kapot. Echt? Daar heb ik niet eens naar gekeken. Ja, maar die riem bestaat uit twee lagen. Eén laag is er helemaal kapot gescheurd. Echt? Maar je hebt er maar eentje bij, hè? Ja, die is nog zelf van mijn gala toen ik in de zesde zat. Ja. Echt? Echt super gaaf. Nou, oh, jij? Ja. En dan kan je natuurlijk, als je wil, ook nog dit doen. Wil je dan alleen voor, toch? Heel leuk. Ja, alleen voor. Kijk, zie, je weet het. Ja, dat is het enige wat ik weet, maar... Aandoenlijk. Zo'n dingen kunnen er allemaal wel even in. Je wil niet weten hoe ik voel met mijn moeder naar een kledingwinkel was. Dat was janken, want ik wou niet. En dan was het gewoon... Oké, wit t-shirt, perfect. Ja, dan ging het ook zo. Witte t-shirt, dat is altijd goed. Ik kan nog eventjes deze aandoen voor het definitieve verdict. Yes. Dit moet je zelf maar even bedenken of je dat leuk vindt. Ik heb hem nu wel heel strak aangesnoerd, zie ik. Dat is wel een beetje zielig voor jou. Yes. Ja, leuk hoor, Bren. Die ziet er heel gaaf uit. En dan morgen mijn haar los. Ja. Langer haar. Nou, het is wel leuk dat het casual chic is. Ja. Ja, precies wat ik zocht. Precies. Of wil je liever een overhemdje aan onder je jasje? Dat mag ook natuurlijk. Het is een kraagloos. Ik denk dit dan wel mooier is, toch? Ik vind dit wel heel stoer. Ja, het staat hartstikke leuk. Je kan het proberen, maar het is hartstikke leuk, hoor. Wil je het proberen? Ja. Ja, oké. Okay. Ik zal mijn oogjes op een gegeven moment. Oké, gewoon doen. Ja, precies. Ik durf niet meer die kant op te kijken. Ik kijk gewoon alleen maar naar jou. Weer je muts af. Oh, weer die zender af. Sorry. Ja. Ja. Die zender is wel heel vervelend om een keer te passen. Ja, dat snap ik. Maar je bent er heel behendig in geworden. Ja, nou, in een half maand. Yes. Kan ik je helpen? Maar ik heb Lucy ook nog nooit zoiets gezien. Heeft. Een soort... gekreukelde... Rennen toch? Ja, maar zo vaak kom ik in de winkel, jongens. Dus of online even een shirtje en dat is prima. Nou, precies, ja, dan is het wel net alsof hier nu een enorme winkel naar binnen komt, natuurlijk. Ja, toch? Ja, nou, dat is toch leuk. Zo op de dinsdagavond. Ja. Ah, wat hoor je die regen hier goed, joh. Ja, erg, hè? We zijn daar eigenlijk al aan gewend. Ja, nee, jullie horen dat waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Wat niet? De regen. Oh. Misschien moet het wel nog even gestreken. Hebben jullie hier een strijkbout? Komt het verdentwater dicht? Ja. Meer, heb jij die strijkbout al weggelegd? Ja, maar die kunnen we ook weer terugpakken. Ook moet je zeggen dat ik dit ook wel heel leuk vind, hoor. Ja, omdat hij van die leuke bruine knoopjes heeft, komt het natuurlijk wel erin terug. Ik vind dat wel leuker, denk ik, dan het shirt. Ja, als hij die blouse maar wel in zijn broek gaat doen. Ja. Dank je wel. Ja, absoluut. Dat vind ik dat leuker. Die leuke riem ook. Precies. Ja, dat is wel echt een goed. Ja, ik zou voor het bluesie gaan. Maar dat is mijn mening. Ja, ja, heel leuk, Ben. Leuk, hoor. Zo, beter dat je hem nog hebt gepakt. Ja, leuker dan het shirt, zeker. Moeten we Marlijn zo nog even strijken? Ja. Wil ik ook met liefde voor je doen, hoor. Ja, hebben we die strijkbout nog? Ja, die leg ik net bij de poort neer, maar... Nee, we hangen het dan toch gewoon op. Ik wil het is nu wel nat. Heb ik gewoon strijkbout bij? Ja. Heb ik niet bij me. Daarom vroeg ik of jullie het hier hadden. Dus als jullie zo alle dingen die even gestreken moeten worden, kan ik wel even voor jullie strijken. Oh, je bent gebeld. Dat zou ik fantastisch vinden, hoor. Ik ben er niet zo goed in namelijk. Nee, bij jou over. Het moet sowieso even gestreken worden, denk ik.
Ja, dat zou tof zijn. Geweldig. Nou, superleuk. Dan ben jij klaar. Ja, yes. Leuk, Bren. Yes. Wauw. Wil je het nog even aanhalen? Ja, ja, dat is goed. Dat mag. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, leuk, joh. Leuk, Lucie ook. Dit soort laarsjes, toch? Ja, ook mooi. Ja, echt super stoer. Nou, Fren. Ja? Je zender. Hoi. Ja, dan ben jij. Ik ging even op het bord kijken wie er nu was. Dat is wel makkelijk, hè? Zo ken je de alle namen direct wel. Ja, precies. Nou, heb ik wel jullie namen natuurlijk gewoon. Merel heeft me zo goed voorgelicht. Ingepraat. Dit zijn allemaal gezellige, korte, strakke gekleurde jurken voor jou. Ja. En dit was mijn lievelings. Oh. Dat vind ik heel mooi. Dat moet je echt doen. Maar er zijn er meer. We hebben allemaal kleurtjes. Ik heb ook nog wat rokken met jasjes meegenomen. Rokjes met blousjes. Wow. En ja, ik van allerlei. Ja. Ik kan niet kiezen, dat weet ik nou al. Dus, oké, nou ja. Laten we dan met deze beginnen. Ja, is goed. Laten we dat doen. Heel leuk. Jij kan dit ook gewoon hier, toch? Ja. Ja. Zal ik ook eventjes schoentjes voor jou pakken? Enkellaarsjes. Oh ja. Ik kreeg een hele duidelijke instructie, hoor. Ja, precies. Ik kan wel een pump meenemen, maar dat is de instructie. Dus dat doe ik niet. Oh, wat geweldig. Nou, dit is een Valhalla, jongens. Even. Hoe voel je je kleertjes? Ja, grappig. Grappig? Grappig. Ja, nou, het is zo leuk om... Een beetje verlegen, denk ik. Ja, zo leuk. Hoe jij er stond, dat was echt leuk. Jullie weten ook precies waar ze zijn. Ja, precies. Echt lief. Applaus, als ik weer een zwart blouseje heb. Ja, je ziet er nu fabulous uit, hoor. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar je schoenen. Oh shit, ik heb wel één pump meegenomen, zie ik. Die laat ik nog heel even niet zien. Misschien. Oh. Staat je heel erg mooi. Oh, die vind ik heel leuk. Je bent net een cadeautje. Ja. Uitpakken. Ja. Mooi hoor. Oh, dit zijn leuke laarsjes. Oh, die glitterdingen, die zijn leuk. Ja, die glitterdingen zijn leuk, hè? Oh, dan geef ik me gewoon lekker lopen op lopen. Alles voor de finale. Kom op, huppakee. Zet helemaal dicht. Even deze. Echt. Mooi hoor. Nou, die zit wel alsof die echt op jou bedoeld ja. is. Ja, oprecht. Verkoperspraatje. Ja, echt heel gaaf. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Echt een knap hier. Ja. 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 Ik was ook bang dat het te kort zou worden, maar dat valt mee. Nee joh. Het staat je super mooi. Ik zou dan wel denken dat je liever deze aan wil. Dit is wel een 38, maar je hebt een sokje aan. Oh, wat gaaf. Oh, je ziet er echt heel chic uit. Ja, heel cool. Oh, leuk. Dat vind ik mooi, hoor. Echt leuk. Heel tof. Ja, hoor. Ja. Nee. Ja, het is echt, ik heb ook nog deze mee, maar ik vind dit echt leuk. Oh ja, nee, maar ik vind dit eigenlijk leuk. Ik vind het heel leuk staan. Ja, oh, schat. Nee, die, oh, die moet hij echt niet aan. Hoor. Die glitter laat. Leuk, joh. Ja, even lopen, toch? Om het wel even op te kunnen voor jongens. Nee, dat is ook heel prima. Leuk. Ja, die zijn hartstikke leuk. Ja. Vind ik ook echt heel leuk, maar zijn ze niet te groot? Nee, ja. Ik heb nog wel dikkere sokken. Of ja, of dubbele, ja. Ja, het is sowieso lekker. Ga je tollen sokkie zo. Hoppatee. Maar dan denk geen panty erbij, hè? Nee, ik vind zonder panty wel echt mooier. Ja, even lekker insmeren. Ja, precies. Ja, moet je wel even uitkijken voor deze stof, want die... Ja, dan heb je gelijk vlekken natuurlijk. Precies. Ja, oké. Okay. Oh. Dat is echt mooi. Je gaat het wel koud krijgen, maar je ziet er echt beeldig uit. Ja, echt heel mooi. Dat is belangrijkste voor de finale. Ja. Ja. Maar ik zou ook leuk nog dat je al je tatoeages dan kan zien. Ja, precies. Toch? We kunnen niet, we kan niet Brandon 26 dingen en jij dan één, toch? Nee, dat zou ik wel, maar deze staat echt heel mooi. Ja, dit is wel echt... Kijk, ben je zitten, enthousiast over Billy. Roze? Ja. Oké, okay, ja, oké. Okay. Nou, we hebben namelijk ook deze nog. Oké. Okay. Zal ik je even openritsen? Hé, dit is een Harley Davidson. Ja. Alsjeblieft. Oh, zeg. Helemaal over jou gestoppen daar. Iedereen kwam zien boven jij. Want jullie hebben elkaar allemaal nog nooit zonder kleding gezien. Hoe was het? Gelukkig. Wel heel leuk, die roze jurk. Heb je gezien wat vermerkt het is? Ja, maar hij staat jou ook echt super mooi. Kikker. Hele gave schoenen.
Motorschoentjes. Echt leuk. Ja. Ja. Ze zijn wel echt mooi hoor. Past heel erg goed bij je outfit. Staat je ook leuk, maar ik vind deze wel spectaculairder. Ja, dat vind ik ook. Kijk, dat is wel een beetje... Die je echt niet hebt, maar... Deze was echt mooi. Ja, je kan hem zeker hebben, maar ik vind die andere inderdaad ook mooier. Ja, toch? Ja. Ja. Veel chiquer. Meer voor de finale. Ja. Ja, dat is wel echt finale jurk. Ik vind dit ook wel echt een knap jurkje. Ook minder koud. Nou, ik wil ook een jurkje. Het is iets... Ja. Dat was zo'n idee. Iets netter, precies. Dat woord zocht ik. Ja, dank je. Wat rode stippen erin, zo mooi met. Ik denk gewoon dat we het er heel erg in moeten houden. Dat het eerste wat je aan hebt dan toch gewoon het beste is. Ik vind dat heel goed dat we dat net begonnen zijn, namelijk. Een jongen met lange haar. Ja, dat zeker. Anders is het helemaal top. Absoluut waar. Of nog... Oh, dat vind ik wel echt heel mooi. Deze lijkt een beetje groot. Mag ik eens wisten? Wow. Als hij strakker gezeten had, had ik het mooi gevonden. Je wordt een soort stuk ouder van. Ja. Ja. Nee, ik vind niks. Maar dit is niet Frenny, dat niet. Nou, ja, dat dus. Ja, het zou ook een stewardess kunnen zijn. Nee, dat is waar. Ik moet wel even aan Janine denken. Ja. Ja. Dat snap ik. Absoluut. En ook zeker voor haar. Als we het tenminste over dezelfde Janine hebben. Meerdere. Sander, toch? Ja. Yes. Alsjeblieft. Oh, ook leuk. Schappels hoor. Oh, kan je nog verder openen? Nou. Nou. Nee. Kom, pas er niet. Nee, dat gaat helemaal niet door. Nee, je kan hem misschien wel over je hoofd krijgen. Mij wel hopen wel dat die tent enigszins verwarmd is. Ja, die zag die roze dingen die je daar zag, dat zijn allemaal hietes. Oh, sorry, ik geef het je helemaal niet goed aan. We gaan niet kou zitten leiden. Nee. Kijk, die zit in ieder geval niet te ruim. Maar nog steeds roze. Wow. Lekker strak hoor. Lekker strak hoor. Pak een simpel. Ach, we krijgen bijna geen adem. Nee, dat snap ik. Nee, je bustières worden ook enorm plat gedrukt. Dat is zonde. Nee. Gewoon met de zenuwen. Ja, nee, dat moeten ademen. We niet hebben. Maar hij is wel leuk. Het is wel leuk. Ja, het is echt heel schattig is die. Ja. Jij moet hier ook nodig. Ja, ga ik je bij helpen. Kom maar, doe jij je handen maar in de lucht. In de lucht. Ik hem over je hoofd. Yes! Alsjeblieft. Even kijken. Wat hebben we nog meer voor leuks? Jurkjes zijn natuurlijk wel eigenlijk leuker dan... Een setje, wat zouden we hiervan vinden? Dit is namelijk wel heel lekker strak. En een glittertje. Glittertje. Precies. Yes, of we moeten gewoon eigenlijk zomaar besluiten dat we eigenlijk gewoon de keus al gemaakt is. Het is achterkant is open, dus hier... Ja, precies. En dan is dit de andere maal. Als de hele familie erbij zit... Ja, echt hè. Wel heel gaaf. Oh, ik kreeg een druppeltje op mijn hoofd. Oh. Moeten we dan alleen even goed nadenken over wat voor bra je daaronder draagt. Ja. Een beetje. Maar dit vind ik ook wel echt heel leuk hoor. Vind ik hij is heel mooi. Daar heel erg in zit, vind ik niet mooi. Maar nog steeds vind ik die roze het leuk. Ja, hè? Ja, we overtreffen dit niet meer, denk ik. Nee. Ik ben ook bang van niet, want hij is... Ja, perfect. Dat is perfect. Ja. Het is een superleuke kleur en een leuk ontwerp. Ja. En leuk met de glitterlaars. Ik denk dat het gewoon af is. I think you got it. Nou, schat. Yeah. Dan ik ook. Yay. Toe. Zullen we gewoon dit rekje maken tot het rekje voor morgen? Zal ik je even helpen met deze? Oh, ja. Oh. Dat kan je eigenlijk gewoon... Doet het geen pijn, al die glitters? Oh, nou. Super. Ja. Nou, mega snel. Ja. En deze schoen. Nemen we deze weer mee naar die kant. Oké, wie is de volgende? Volgens mij ben ik dat. Ja. Dat ben jij. Ja. Nou, inderdaad. Gezellig. Ja, dat vind ik ook. Ja, hè. Ik had doorgekregen dat jij heel graag een rood getint overhemd wilde. Ja.
Dus daar heb ik wat verschillende varianten van meegenomen. Nou, kijk eens. En leuk, hè? Ook wat, ja, ik vind het echt heel enig. Ja, ik vind het fantastisch. Heel gaaf. Dat het een hele leuke blouse gaat worden, Ger. Zelfs dat het zo nou, ik vind het ook echt heel erg leuk om hier te zijn, hoor. Nou, ik wil niet weten hoe blij ik ben dat je hier bent. Nou, oh, echt heel blij. Oh, ik krijg ook nog een jasje. Kijk, ik vond dit dus heel mooi als het dan zo een beetje Tom Surtoon was. Ja, ik vind een beetje kleur vind ik wel lekker. Ja, precies. Nou, dat is dit een beetje. Ja. Een beetje een gedistingueerde kleur. Maar we hebben ook een iets rozere variant. Of eentje met een print, als je dat leuk zou vinden. Ja, laten we gewoon wel passen. Ja, laten we dat gewoon zeker doen. En jij wilde graag een spijkerbroek onderaan, hè? Ja, leuk, hè? Nou, dan gaan we daarmee beginnen. Geweldig. Ja, mooi, joh. Je ziet er echt heel gaaf uit. Heb je dan een voorkeur voor een donker of een lichte passing? Liever donker. Gaaf, hè? Oké, dan beginnen we met deze. En toch hakken. Er zijn helemaal niet gekke dingen aan de tafel. Poes, toch hakken. Ja, maar echt... Ziet er beeldig uit. Nu moet ik wel rustig lopen. Heel je hoofd zit onder de glitter. Ja, dat dacht ik ook. Zal ik opschuiven? Dan kan je erbij. Oh, nee, joh, ik kan zo oh ja, precies. Ja. Wil je die schoen even... moet je even oefenen op die schoen? Oh ja, ik ga wel even rondjes lopen. Ja, precies. Ja, en wat heb jij vanavond in Utopia gedaan? Ja, op hakken leren lopen. Ja, heel goed, heel goed. Wil je nog steeds niks drinken, Nicola? Dankjewel. Ja, we hebben ook lekker een wijntje of zo, hoor. Nee, schat, ik ben helemaal oké. Okay. Ja? Nee, maar nemen jullie zelf wel alles, hè? Nee, maar geef een geel als ik iets voor je kan pakken. Ja, doe ik zeker. Oh, nee, dankjewel. Ik blijf lopen, toch? Ja, op zich, ja, door de spanning. Ja, hou je toch even aan, kan je lekker wel. Nou ja, precies. Dat bedoel ik. Lijkt echt een stuk langer. Dan kunnen we ze nog. De benen lijken een stuk langer, echt heel gaaf. Zijn leuk, hoor, die schoenen. Ja, hè? Superleuk. Want, wil je anders deze ook even passen? Misschien zeg je wel, sorry, hier kan ik namelijk wel een marathon op lopen. Oh, nou, dat... Ja, je weet het niet. Je weet het niet, nee. Oh, het is maar een kleine afstand, toch? Nou, ja, dit gaat best wel goed. Ja. Ja. Het goed is. Zit die ook lekker? Ik zit wel wat stevig. Ja, het is een beetje een harde denim. Vind je dat niet fijn? Je moet zitten, Ger. Moet je even rekening mee houden. Dan is hij net op de krapjes. Oké, nou, dan doen we lekker een andere aan. Oh, ik vind die andere zelfs nog lekkerder lopen, die glitter. Ja? Oh, ja. Echt? Oh, ja. Nou, dat is helemaal tof. Nou. Dat is echt heel leuk ook, die glitter. Ja, nee, deze minder. Oh, ik vind dit echt leuk. Vind je me grappig, Bren? Ik kan hem ook binnenstebuiten aandoen, hoor. Uitdoen, dan haal ik hem wel even. Ik ben heel blij. Hey, dan gaat het lopen lekker. Ja. Ja, precies. Dan heb ik ook nog wat te doen. Toch? Dankjewel. Ja, best wel Ja, precies. Maar het is inderdaad wel echt een harde stof, hè? Dat snap ik oh, ja, wel. Ja, vind ik ook dat... leuker. Moet ik er wennen, want dat heb ik normaal gesproken. Nee, precies. Maar het is niet lekker om iets oncomfortabels aan te hebben. Zeker niet op een dag als morgen, denk ik. Dat is een bloesje dat toch? Ja, precies. Hoe zit die? Ja, dat ziet er goed. Ja, ziet er ook goed uit. Ja. Even je zakken goed doen, Ger. Ja, moeders. Sorry. Ga mama panten. En vind jij het dan leuk om een sneakertje aan te hebben of een laarsje? Omdat je wat chiquer moet misschien. Ja, ik ben ook wel meer van de chiquer. Dus ja, ik zou... Ja, oké, denk nou. Ik ook, hoor. Dat doen we even aan elke voet één. Oh, leuk. Oh, ik vind even het kijken leuk. Welke we het leukst vinden. Die donkerbruine vind ik heel mooi. Ja. Als je buiten komt, stuur ik alleen maar Kronenbrugse. En we hebben morgen ook nog een fotoshoot, hè, jongens. Ja. Oh, echt? Gaat die sliert er niet aan leuk. Ja, dan zie je er allemaal prachtig uit. Oh, dat vind ik wel echt geweldig. Worden echt mooie foto's leuk, met de familie. Ja. Die sliert er niet zo leuk, Ger? Kijken. Hij lijkt best vrouw. Vindt die broek een beetje moeilijk? Ja, die donkere zijn wel leuker, toch? Vindt die broek een beetje moeilijk, qua lengte vooral? Ja. Ik vind het wel een leuke broek, hoor. Oh ja, nou, als hij zo is. Sushi, ja, tuurlijk. Pak lekker. Welke zitten lekkerder? Deze zit wat qua breedte wat minder. Mm-hmm. Deze is wat meer instapperig, wil ik zeggen. Maar zit ik heb ook instappers trouwens. Liggen denk ik ook aan wat je erboven doet, toch? Ik heb ook deze leuke loafers. Oh ja, dat vind ik fantastisch. Ik wil ze wel proberen. Probeer ze. Ik vind die donkerbruine die vind ik heel gaaf. Ja, die vind ik ook heel mooi. Ja, leuker dan de lichte? Ja. Oké. Nou, dan... Oh, dan zijn we twinnies, toch? Ja. Ik heb ook elastiek daar. Ja, kom je daarin?
Je hebt hier alleen nog een dingetje. Ik weet niet of dat eraf kan. Moeten we even vragen. Voel je het? Oh ja. Ja, hier ook. Prijskaartje. Oké, okay, gewoon het even thuis. Ja, dik hoor. Echt leuk, hè. We moeten gewoon, of we, je mede-inwoners, moeten gewoon even deze broek een beetje naar beneden trekken. Voordat je... Ja, precies. Ik vind dit wel heel leuk staan, hoor. Ja, ik vind dat, ja, ik hou daar wel van, maar ik denk dat het niks voor Ger is. Nee, dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Ik vind dat meer bij je passen. Ja, ik ook. Hè? Nou, is goed dat je het even geprobeerd hebt. Hoef je het in de winkel niet meer te doen. Nee. En moeten we nu je schoenen uit hebt, toch nog heel even een andere broek doen die niet zo'n gekkige onderkant heeft? Ja, yes. Ik heb hem meegenomen, dus dan mag ik dat zeggen dat hij een gekke onderkant heeft. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik krijg steeds meer buikpijn. Alleen moet wel. Ja, jij bent ook echt ons laatste. Ja, precies. Hoi. Hallo. Maar dan hoef je ze niet weer aan te doen. Ik vind het gewoon al leuk om jullie allemaal zo te zien. En allemaal stralen, dat jullie allemaal blij zijn met die kleding. Vind ik echt wat zijn dit voor leuke laarzen? Ook echt vrolijk. Ze van Merel. Heel leuk, wat een fantastische laarzen. Ja, leuk hè? Ja. Heel leuk. Die matchen goed bij jou, Lover. Nou, ik wou net zeggen, ja. 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 Smaak. Ja, precies. Oh ja, dit vind ik echt veel beter. Oh, sorry, ik ben me wel heel erg uitgesproken. Nou, dat is toch niet dat is heel goed. Oké. Okay. Toch? Beter dan dat we niks zeggen. Ik loop erbij als een soort puppy. Oh, leuk. Ja, ach, zo schattig, Bre. Ja, ik denk dit dat dit ook leuk is met beter. Die laarsjes. Ja, dat denk ik ook. Ik vind het ook echt veel beter. Van die onderkant heel moeilijk. Ja. Of vond ik het niet misstaan, hoor? Nee, ik ook niet. Maar het trok zoveel aandacht naar de onderkant van je... Het gaat niet om je broek. Nee, het gaat om hier, jou. Ja. En dan die schoenen even aan, Ger. Ik vind deze broek zit heel goed. Ja, en hij zit ook lekker. Ja, dat zie ik. Zeg het maar. Ja, inderdaad. Ja, de donkerbruin, ja, die heb ik, ja, precies. Die heb kijken, welke zoek erbij aan doen? Die, want die vond iedereen en jij zelf ook het leukst, toch? Dus dan is die keuze in ieder geval gemaakt. Ja. Ja, precies. Ja, perfect. Die is leuk. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja, leuk man. Ja. Superleuk. Vind je ervan? Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, vind ik echt leuk. Nou, laten we gewoon even dit aandoen. Dat is toch heel fijn, Eva. Ja. Ja, morgen mag ik het heel fijn vinden. Ja, morgen. Het is klaar. Okay. Je had hem wel aan mogen houden, hoor. Ja, is het buiten morgen? Ja, leuk, hè? Ah, dus misschien moet je wel nog even... Riempie, super gaaf. Is het ook... Dat is ook... Zelfs zo staat het leuk. Wow. Dit ook weer. Nou, ze maken er wel iets moois van. Ja, dat dacht ik. Ja, toch? Ja, rond het is ook gewoon zo doorgaan. Zo, we zijn niet hele makkelijke knoopjes, hè? Nee. Dat ook wel een beetje mee te kloppen. Ja, precies. Daarvoor ging ik je even helpen. En zullen we hem in je broek doen? Ja. En jij wilde ook graag een riem? Dan krijg je dat, hè? Met alle dank aan Merel, hè, die dit zo goed heeft doen. Ik denk dat we geen leukere vooravond voor de finale kunnen hebben dan dit. Nou, dus echt waar. Het is gewoon even relaxed, ja, weet je? Echt heel leuk dit. Nou, ik voel me vereerd. Ja, maar echt. Wij ook, man. Echt. Ja, dat is toch geweldig. Want hoe ben je bij mij terechtgekomen dan? Wat heb ik nou opgezocht? TV-stylist of zo op Google, volgens mij. Oh, echt? Ja. En toen kwam ik als eerste naar boven. Ja, nou in ieder geval op de eerste pagina. Oh, ja, wow. Zeker. Nou, wat enig. En toen zag ik jouw portfolio. Toen dacht ik zo. Ik dacht, nou, die gaat dat nooit doen. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik stuur je gewoon een berichtje. Nou, echt superleuk, hoor. Ja, echt heel leuk. Maar je doet ook gave dingen. Nou, dat is lief. Dankjewel. Nou, dit is toch ook hartstikke leuk om te doen. Zo, Ger, je lijkt zo een paar jaar ouder. Ja. Maak je wel heel ouderlijk. Ik vind die blouse... Maar het is echt rete mooi. Het misstaat je vind niet, het ook hoor. Echt mooi.
Toch? Ik vind het wel mooi staan. Ik ook. Ik vind het ook heel mooi. Even kijken waar we dat ding even neer gaan zetten. Wil je hem iets hoger? Doe hem tegen de kast? Zal ik hem gewoon voor je vasthouden? Ja. Hou ik hem nu op? Niet geweest, is, nee. Is het een fijne hoogte? Ja, dus dat is het. Oké, toch. Dat is wel mooi. Maar ik zit nog wel een beetje met de kleur. Ja, waarom? Wat vind je er mooi aan dan? Nou, te donker. Het is een beetje te donker. Ja. Oké. Ja. Het is ik dus totaal niet. Het staat wel heel mooi hoor, bij elkaar. Maar als je weer wel een al rode gaat of wat dan ook. Ja, ik vind het zo... Nou, maar moet het wel chic een beetje grote kleuren. Nou, laten we eens even kijken of we een jasje met iets meer kleur kunnen doen. Oh, kijk. Misschien wel deze. Want deze is namelijk blauw met een rode ruit erin. Ja, dat is weer leuk met je broek. Precies. Oh ja, vind ik als een stuk beter. Ah, vind ik ook, jonger maken. Wat ook leuker is. Ja. Ja, hè? Ja. Oh jongens, we zijn helemaal alle jassen vergeten nu. Oh, ja. Oh. Moeten we zo nog even doen. Twee honden. Oh. Ja, inderdaad. Sorry. Zou je nog een keer vast willen houden? Zeker wel. Nice. Dat is beter, hè? Ja, dat vind ik wel leuker. Ja, hè? Ja, vind ik ook. Ook wat meer kleur, dus dat vind ik precies. Wat, ja. Beter. Ik vind dat overhemdje wel heel mooi staan. Ja, daar moet je ook echt niet aan veranderen. Nee, dat vind ik ook echt wel tof. Ik heb wel een dikke bek. Wel fijn, noem ik het altijd. Zo is het. Ja. Ja, dat is misschien nog wel mooier. Hij zit je wel echt perfect. Ja, hij is ook wel net wat netter. Ja. Ha, net wat netter. Zullen we nog even wat andere jasjes proberen? Ja, is nog goed. Kijken nog een keer, Ger, deze. Oeh. Ja, wel leuk, hoor. Ja, ik vind het ook leuk. Even kijken. Sexy wat... man. We hebben ook nog een groene variant. Oh ja, ook leuk, hoor. Is dat groen? Ja, dat is groen met rood, maar wel een beetje... Oh, ja. Nee, dat vind ik, ook niet zo knap. Nee. Ja, die andere is leuker. Ja. Ja, die hè. Vind ik ook leuker. Nou, misschien moeten we nog wel... Kijk, we hebben hier nog een andere blauwe. Oh, dat is ook wel mooi blauw. Ja, ik denk dat blauw gewoon mooier is. Inderdaad. Sorry, ik geef het je aan met allemaal verschillende jasjes op mijn arm. Zit daar een soort ruitje in? Ja, zit er een ruit in. Vind ik ook, knap, wel heel leuk, hoor. Ik denk zelfs nog leuker dan die, omdat het leuk met je... Mooi. Ja, en met je broek vind ik dit heel leuk. Sorry, ik kom hem vasthouden. Nee, dat ja, ik vind deze veel mooier. Deze vind ik ook wel leuk. Ja, ja. Mooi ik vind dit het leukste tot nu toe. Kijk, het baardje is een beetje onverzorgd, dus dat, maar dat komt morgen. Dat komt morgen. Ik vind het heel leuk dat hij een beetje strak zit. Ja, deze vind ik ook wel leuk. En dan zie je mijn schouders ook net... Nou, precies. Ja. Heel leuk, Ger. Ik zou hiervoor gaan, ja. En ik vind het ook leuk dat er een klein beetje wat damage in die broek zit, waardoor het ook weer lekker wat jonger is. Ja. Ja, iets voor casual. Dit is hem. Zijn we lager dan? Sorry. Ja, zeker. Zo goed, Gerrit. Ja. Ja? Ja? Ja, vind je hartstikke leuk. Ja, vind ik ook heel leuk dit. Ja. Ja, ik ben blij. Nou, super fijn. Ik zou er voor de perfectionistischeheid een bruine riem omgedaan hebben. Maar ja, dat ik er even niet bij me. Ik vind dat zelf om. Ik heb wel een bruine riem. Met een handtekening van YouTube. Nee, oh ja, god. Nou, sorry, dat is wel die kleur. Ja, omdoen. Nee, joh. Nee, dat is Oh, god. Maar ik vind bruine riem wel mooi. Wel af. Ja. Heel eerlijk gezegd. Maar staan die... Nog ja, maak het nog perfect zijn. Maak die mooie match met je schoenen. Ik durf jou bijna niet meer door te passen zo meteen, want jij hebt er zoveel verstand van. Oh, dank je. Ja, terwijl ik hier het slechts bijloop van iedereen. Ja, dat is zeker waar. Hey, ik heb hem maar in 5. Oh, in 5,5. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Nou, heel leuk. Helemaal top. Oh, wacht. Laten we dan, nu jij alles nog aan... Oh ja, je jas. Kijk naar een jas. Want het leek me dus heel leuk dat je dan een jas aan had. Oh, die vind ik heel gaaf. Ook jaloers. Een jas. Die jas vind ik echt heel mooi, Ger. Nou, weg met, dat bruine ding in die. Deze vind ik echt heel tof. Kijken. Ook ben jaloers.
Ja, wow, helemaal leuk, jas. Man. Superleuk. Ik vind het ook een mooie jas. Oh. Oh, die jas vind ik echt heel mooi. Oh, sorry hoor. Kom er ook hele leuke jas. Ja. Oh. Mij ook? Ja. Bij iedereen? Ik heb ook gewoon een zwarte. Blauwe. We hebben geen bruine riem meer met, zonder die handtekeningen. We hadden er wel nog een paar hangen, hè? Hij heeft er zelf een. Ja, zomaar weg. Ja? Zomaar met die kleding. Hij heeft er zelf een. Ja, leuk. Heel leuk. Die jas vind ik echt heel mooi. Heel even de kleding terug. Zet hem even hier neer. Ik zou je voor je pakken. Misschien volgende week pas. Kun je de hele week in lopen. Willen we ook nog even kijken naar een simpele zwarte? Ja. Want jullie moeten daar naartoe lopen met een jas aan. Wow. Ja, of iets dergelijks. Ik weet niet precies hoe het allemaal gaat verlopen, maar... Ik word met z'n minuut ook zenuw. Een buikpijner en... Oh nee, dit vind jij leuk. Maar ik vind die andere jas veel mooi. Ja, ja, veel leuker. Poeh. Ik hoor hele andere negatieve. Mij hoor je alleen elkaar. Niet kouwen. Ik hou er wel van. Ja, is. Hij is maar best wel goed. Snap ik. Ik vind het ook, dat is iets bijzonderder. Ja, en daar ga ik dan ook voor, want het is finale. Ja. Yes! daar zit ook echt Bordeaux in, hè? Dat matcht weer lekker met nou, die blouse. Dat was waarom ik ermee heb. Ja, superleuke jas. Maar dan moeten we zo nog eventjes inderdaad voor jullie andere... Kan je weer je kleren aan, Fren? Jee. Oké, nou, dan is het alweer af. Yay! Super fijn. Ik hang hem hier. Oh. Nou, Belin. Ja? Oh ja, ik dacht dat jij al was. Ja, het is heel leuk. Nou, heel graag gedaan. Oh, deze is echt fijn dat je blij bent. Hou je het even aan? Ja, ik hou het nog even aan. Oké. Okay. Nee hoor, ik ben helemaal oké. Okay. Dankjewel. Nee. Ja, nou komt het. Ja. De meest moeilijke van de groep. Huh? Ja. Dat ben jij is. Nou, dat denk ik dat jij er bent. Ja, denk ik ook. Ik vind mij altijd alles leuk. Echt? Ja, nou ja, ik ben een slechte utopiaan, denk ik wel hier binnen hoor. Echt waar? Ja. Nou, maar wel degene met heel goed commentaar steeds, hoor. Oké, nou dank je. Ja. Dus wat dat betreft. Mm-hmm. Nou, het leek me dus leuk. Dacht, als dan iedereen een jurkje en een rokje, dat jij dan een pak aan hebt. Yes! Ah, yes! Yes! Ja, heel gaaf. Een pak. Dus heel leuk. Ja. Dat hadden we een beetje gehoopt. Ja. Echt? Ja. Ja, mm-hmm. Ja nou, dat vind ik heel leuk. Oh, geweldig. Dus, ik heb een heel leuk pak met een bloemenprint bijvoorbeeld. Ja. En deze is donkerder. Die ook vind ik persoonlijk. Word ik daar de happier van? Ja, oké. Okay. En die andere, die vind ik ook heel leuk. Ja, dit is ook heel leuk. Dit is cool. Dat is wel totaal uit mijn comfortzone, maar ik wil het best proberen. Ja, die vind ik gaaf. Zeker doen. En, maar er is bijvoorbeeld ook een heel lekker rood pak. Ja. Ook mooi. Oh, dat weet ik kan niet wachten tot Hiss dat aan heeft. Nou, laten we inderdaad gewoon even iets proberen. Waarvan, wat wil je het liefst nu passen? Laura, het maakt me eigenlijk niet, maakt me niet uit. Want zullen we gewoon deze passen? Doen? Want ja, dat heb ik nu gewoon in mijn hand. Ja, laten we doen. Okay. Leuk. Wat een gaaf pak is dat, joh. Ja, dit is heel leuk. Ja. Ik zie wel dat hij ingenomen is. Ik gebruik wel gewoon het voorraadkast als pashokje, hoor. Jij durft niet, Belin? Wat? Voorraadhok. Nee, dat hoeft niet in staan. Vrienden, die hier nu niet bij me. Mickey Mouse. Klopgeesten. Ik vind het wel onwijs. Oh, nou, ja. Dan, ik kijk zeker niet. Nou, hebben jullie een schaartje? Daar zou het ook niet om gaan met je meer die camera's inderdaad. Oh ja, dat snap ik. Er zitten een paar duizend man achter. Dus. Heb jullie een schaartje hier? Ja. Oh, sorry. Ik wilde even kijken of we misschien even open moeten. Overal glitter. Hij is kleiner gemaakt. Op je gezicht. Probeer hem gewoon, dan kunnen we namelijk... Nee, die ah, super, dankjewel. Alsjeblieft. Dan kan ik hem zo even... Je bent helemaal zal ik hem nog even voor je vasthouden? Je bent weer Brendan. Ja, dat is Brendan. Niet meer Cowboy Billy. Oh. We gaan dan in het voorraad op, Belin. Nou, en ik zie hem gelijk draaien. Oh, wat zeg je? Ik hou niet van. Wat helemaal ja, maar Mickey doet je niks. Wie is Mickey? Dat is een muis. Oh, Mickey. Wie is Mickey? Ja, dat snap ik. Ja. Ik ben 20 kilo afgevallen, maar hij is denk ik net iets te klap. Maar. Ah joh, dat maakt niks uit.
ook best wel blij. Maar dat is toch fantastisch als je eigen stylist hebt? Mm-hmm. Ja, ach, dat is heerlijk. Toch heerlijk? Och, man. Het ziet eruit alsof het makkelijk zou moeten gaan. Nee, zeggen van, joh, hey, wat staat mij? Ja, hoor, hier. Ja. Dat, nou, dankjewel. Ja, fantastisch. Nou, ga ik de straat weer op. Oké, okay, dankjewel. Het ligt aan die dingen. Het ligt absoluut niet aan jou. Oh. Nou, dan wil ik wel maar streven, een eigen stylist, hoor. Hij lijkt niet te strak, Hees. Nou, ik wou net zeggen. Hees, als je klaar bent, even een showtje doen, hè? Die broek zit hartstikke mooi. Ja, die zit supermooi. Onderglitters. Ja, heel je gezicht. Ik zie het zelf niet meer nu. Nee, dat klopt, omdat je ogen hier zitten en daar zit je glitters. Ja, waar dan? Ja, als je gewoon die uitdoet en je hemdje aan had. Oh, je hebt geen hemdje aan, sorry. Ja, waar niet? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Oh ja. Ja. Straks doen ze toch? Ja. Ja, mensen mij hierin zien lopen voordat ze, toch? Ze me nog nooit hebben gezien. Ja, je moet even niet naar mijn sokken kijken, hoor. Nou, vind ik niks. Nee, ik vind het ook moeilijk. Ja, ik vind het pak zelf heel gaaf, maar... Nee, het wordt er een beetje vleesjes in, hè? Nou, het pak is echt heel vet, maar... Ja, het is heel gaaf, maar ik vind niet... Nou, ik vind die mouw een beetje moeilijk. Ja. Dat maakt het een beetje clownesk. Hoeft niet. Nee, vind ik ook niet bij je passen. Zo een beetje. Let's not do it. Ik vind de broek wel, hoor. Maar het is wel gaaf, man. Echt leuk. Ik heb hier ineens heel veel vertrouwen in. Oh, kijk eens. Ik denk dat dat wel mooi bij je staat. Die rode, hè? Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ik heb het koud ineens, hoor. Spanning. Ja, ik denk dat mijn hoofd is heel warm. Alsjeblieft. Ja, mijn ook. En ik heb het hier, ik heb gewoon kippenvel van de kou. Oh. Sorry, ik gaf hem je zo aan dat je hem de achterkant aan de achterkant zat. Oh, als we dit nog mogen meemaken hier. Ja, dit is echt gaaf, jongen. Echt heel gaaf. Ik ben ook ergens wel een klein beetje trots dat die er is. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Oh, nou, ook een blauwe. Ik kan goed thuis als het vervelend tegen mijn moeder op, maar door het stijl is van gisteren. Ja. Kan ook weer op je cv. Je hebt een hele hoge broek. Is het mooi? Ja. Ja, man. Ja, dat is echt wel het mooist. Ja. Je ziet die mooie riem. Nee, precies. Maar je moet ook even de haren morgen erbij denken. En de make-up. En... Ja. Wat gaan jullie je eigen make-up doen? Nee. Oh, dat komt een visagist. Oh, wat leuk. Ja, leuk hè? Wie komt er? Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens hoe die heet. Zit te strak. Nee, dat is via de fotograaf gegaan. Oh, wat leuk. Maar misschien zie je het niet. Oh, dit vind ik wel gaaf voor His. Ja, ik zie nog niks, His. Ik moet mijn buik inhouden. Ja, maar dat zie je. Ik moet in corset. Ja, nou, dan doe je dat toch? In concert? Ja, in concert, ja. Concert? Hiske in concert. Ja, hele toer. Maar dan moet er natuurlijk ook even een schoentje onder voor het totaalplaatje. Ja, Hiske, ik ben ook benieuwd. Oh, wauw. Ja, en dat shirt moet je iets meer in, maar het is echt gaaf. Kijk, wat platte schoenen hebben we dan voor je. Leuk. Dan dat haar los. Oh, ja, een beetje krullen zo erbij. Oh, jongens, ik kan niet meer. Geweldig. Maar ja, ik heb ook een schoen waar... Ja, zijn geweldig. Nou, ik weet zeker dat jij deze nog geweldiger vindt. Oh, ja! Oh, die zijn gaaf. Maar die vind ik dan... is misschien heel erg off voor jou. Ja, dat ga ik niet doen. Nee, precies. Yes, lekker blind. Dat moet bij jou blijven. Hé, hey, leuk dit. Ja, heel vet. Echt. Wauw. Wauw, His. Je moet alleen even dat shirt wat meer erin doen. Schoentje. Ja, dat vind ik... Ik vind dat ook mooier. En oh, misschien, you go, is, girl. Misschien even je haar los. Ja. Want dat heb je morgen ook. Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, die broek daar... Kan je daarin zitten? Dat hoop ik. Maar ik zal je zeggen, je ziet het niet dat die te strak zit. Nee, dat überhaupt niet. Strak zit. Je moet alleen wel string aan. Ja, dat moet ik zeker aan. Dat kan echt niet. Nee, dit kan echt niet. Nee. 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 Echt niet uit. Hé, maar echt, je bent echt prachtig. Ja, prachtig. Nee, ik ook niet. Wauw. Maar ja, vrouwen letten weer ergens op. Oh, dit is echt heel gaaf, His. Perverse wezens. Oh. Maar ik kijk gewoon naar... Nee, precies. Ja, gewoon naar het aangezicht. Ja. Naar de stijl, naar de echte kleding. En vrouwen echt, die kijken... Heel op. Gaaf. Ogen spreken broekdelen. Even. Broekdelen. Heel mooi. Ik krijg dan helemaal kippenvel van His. Weet je wat je dan ook nog kan? Oh! No! En dan kan je gewoon helemaal full nou, on gaan. Nou, dat kun je niet krijgen. Hele pakketje. Oh, my. Wat ben jij mooi, zeg.
Nee, is trotshouding. Ik wil ook zien. Ja, dit moet, ja, het wordt rood dan. Kijk eens. Ja, dit is echt gaaf, hè? Wow. Trotshouding. Ja, maar het staatje is wel echt heel goed. Ja, het staatje wel echt leuk. Wauw, je kan het zo goed hebben. Ja. Ja, is. Sorry, ik sta tegen de kerk vandaan. Ja, het is echt prachtig. Ja, een kuppie erbij. Ja. Haartjes helemaal goed. Maar je kan ook, bijvoorbeeld, nu we toch met die jassen in de weer zijn. Maar dat is misschien een hele heftige keus. Ja. Maar je kan rood met roze. Is mijn lievelingskleurencombinatie. Vroeger vloekte dat al. Ja. En nu is het helemaal in. Maar die andere jas is wel 100.000 keer beter. Nee, rood is echt wauw. Broek heel gaaf. Ja. Ja, ik ook. Heel. Staat je en mooi die schoenen erbij. Oh, wat mooi. Leuk is. Nee, die jas is niet goed. Ga op de proef zitten, Is. Ja, ga even zitten. Maar lieve schat, het is niet echt een stoel, zoals ik het gezien heb. Het is echt een krukkie. Ja. Ja, dus het is een beetje zo, een beetje hangen zo. Ja. Oh, precies. Dat is gunstig. Ja. Dus dan kan je beter tegen de tafel aan hangen. Tafel, ja, precies. Ja, maar je ziet ook, je ziet helemaal niks. In principe is het gewoon zo. Zo echt zit je. Niet. Het is echt heel gaaf, Is. Dit moet je echt doen, man. Ja. Heel vet. Ja. Heel tof. Oh ja, nu zie ik. Krukkie vind ik ook wel lekker, hoor. Gewoon lekker. Ja, niet helemaal zo. Oh, nee. Oh, ik maar lekker zo. Goed, maar kan zwart? Nee, zwart kan eigenlijk ook niet hier, hè? Qua zwart onder je, in plaats van het rode topje. Nee, zwart, BH bedoel jij? BH zwart. En ik heb ik denk dat ook een zwarte BH. Ja, dat door het licht het misschien inderdaad wel zichtbaar wordt. Ik heb een rode BH. Oh, ik weet niet welke maatje. Ja, ik heb wel een zwart hemd voor je, maar dan valt het nog meer op, denk ik. Dat is schrik. Ik dacht even dat Billy weer terugkwam. Ja. Ik heb wel een wit hemdje voor je. Maar je zwarte BH matcht wel weer met je zwarte schoenen. Dus het kan wel. En het is ook niet ordinair. Nee, absoluut niet. Dat is nee, ook in. Nee, ik zag het net helemaal niet ook. Nee. Dat is gewoon mooi. Het is gewoon het is gewoon netjes. Maar Nicolaas, de expert, als hij zegt dat het kan, dan kan het. Nou ja, ik dacht misschien. Oh, ja. Hij loopt er zelf ook heel stijlig bij, hè? Ja, we zijn er nu toch. Hoe hij eruit ziet. Fantastisch. Dat was het eerste wat ik zei. Wauw, zie jij die kick uit. Past ook helemaal bij zijn. Het past perfect. Ja, als je, echt. Ja, je ziet er echt waanzinnig uit. Nou, ja. Het is echt. Dat vind ik lief dat je dat zegt. Maar ik had dus gisteravond een première. Nou, pas om 5:00 thuis. En ik moest om 8:30 bij goede tijden zijn. Ja. Dus ik heb niet per se lang geslapen. Dus ik heb echt zo iets uit de kast gepakt. Dus als ik geweten had dat ik hier naartoe zou komen, dan had ik iets anders aangetrokken. Ja, echt? Het is, nu, nou, dan ben ik benieuwd waar je dan mee had gekomen. Nee, het is geweldig. Nou, dankjewel. Hoor. Maar ik heb het idee dat dit echt 1/20ste is van wat je eigenlijk allemaal hebt. Nee, maar is. Ik vind het niet leuk. Nee, nee. Nee, die zwarte. Dit is wel minder je schoenen, maar het staat wel veel gaaf. Het maakt je outfit echt af, hoor. Ja, ik vind het ook wel die leuk zwart. Dat het zwart is. Ja, want je wil geen hakken aan, hè, lieverd? Ja, als ik het doe, moet jij het eigenlijk ook, hoor. In de categorie, we zijn er nu, toch? Oh, wacht eens even, wat ik ook nog heb. Ook. Kijk, dit heb ik wel ook nog. Dat is alsnog geen hak. Oh, dat vind ik nog leuker. Ja, dat denk ik namelijk ook dat dat leuker is voor jou. Ik weet niet precies waarom ik die tas aan deze kant heb gezet, maar... Nee, je loopt je een ronde hier. Ik denk gewoon dat we dit soort dingen lekker voor jou moeten bewaren. Oh, die zijn wel gaaf. Oh god. Echt hoog. Ja? Oh jee. Nicola, wat voor première? Oh, die zijn ook fantastisch. Ja. Oh, die zijn leuk. Maar niet zo handig lopen misschien. Oh, nee, die andere toch? Nee, ik... Die zwarte. Heel leuk. Staat. Ik ook. Het is leuk onder een spijkerbroek, maar niet hieronder. Staat niet. Nee. Nee, jammer. Je benen lijken nu in één keer heel wit nu met die schoentjes. Ja, wit en kort. Ja. Nee hoor, Is. Sorry, maar zwart is echt maakt dat de hele outfit van je af. Oh. Oh, nog meer... Ik tover ineens van alles tevoorschijn. Je dit thuis hebben. Ja? Ja, dan word je, dan ja zal ik dat maar weer doen? Tegelijk aan elke dag. Anders dan sta jij hier ook zo tussen al die schoenen. Dan pak ik even die andere van die rode. Die vind ik ook leuk, hoor. Hé, jongens, ik heb weer een gezellige verzameling van schoenen geworden. Nee? Oh. Nee, het is metaal. Maak je wel wat rustiger. Voor je meer? Ja? Dat ga ik even doen. Wat zeg je? Ik heb druppeltjes voor je. Nou, mag ik even dat hele potje? Nee, het is net niet de goede kleur, hè? Nee, maar ze zijn wel heel gaaf. Ja, dat zijn zeker. Ik kan die niet oplopen, dat kun je in één ding zeggen. Dus ja, maar dat... Die naar het podium gaat lopen. Dat moeten we sowieso sexy niet hebben. Nee.
Nee, maar ik vind die rode kleur niet mooi. Nee. Nee. Nou, dus het is toch, we moeten toch een beetje vasthouden aan het eerste. Ja. Gerrit is de uitzondering op de regel. Voor de rest zijn het gewoon de eerste dingen. Toch het beste. Echt heel mooi hoor. Leuker is. Ik denk dat het kleurrijkste en statementachtigste, dat zeker dit is. Ja, is het wel echt mooi hoor. Wow. Echt, kostuum is mooi. Je moet even goed opletten. De beeldigheid. Dat je die gesp zo precies hier hebt. Ja. Want dan zie je namelijk niet dat die rits een klein beetje trekt. Oké, dit wordt het dan. Ik vind het super mooi staan. Dank je. Ja, echt en leuk. Misschien moet je inderdaad, heb je een Annie hemdje? Een hemdje? Ja, heb ik, maar dan wordt het gauw zwart of paars. Oh, maar paars is misschien helemaal niet zo gek onder dit. Want dat zie je denk ik minder goed dan je zwarte BH. Ja, okay. Maar is het storend, die zwarte BH? Niet heel erg. Nee, hè? Ja, het is ook niet ordinair. Ik heb een huidskleur BH, maar die zit niet zo mooi. Maar goed, kan het kijken. Ik denk dat ik het mooier vind als er iets in dezelfde kleur onder zit dan als je bijvoorbeeld iets met een wilde print neemt. Ik ga even omkleren, ja. Dan ben je dat verhaal met de BH misschien wel kwijt. Nou. Kan ook, we kunnen het even aandoen. Dit is super leuk, want dan moet ik hem helemaal hier hangen. Nee, dan ga ik echt niet. Ja, daarvoor dacht ik dus, dit is fijn, want het is, heb je alleen een bloot enkeltje? Ja, dat vind ik prima. Ja. Ik ben zo goed geïnstalleerd. Echt, en je hebt ook mooi. Echt, ik en je vind jas erbij af, echt lovely leuk. Hoor. En His, ben je er zelf ook blij mee? Ja, ik moet er even aan wennen. Ja. Ik vind het helemaal te gek. Ja, is het ook maar, hoor. Ja, ik moet gewoon even wennen aan mezelf, maar ik vind het heel gaaf. Nou, wat leuk. Fijn. Ja. Super. Ja, leuk joh. Wil je het ook even, houd even aan. Dan kan je even voelen of het echt lekker voelt. Lieve Merel. Jee, ik mag. Het is zover. Ja hoor. Maar je wel wat laat. Even kijken. Ik heb enorm mijn best gedaan voor allerlei rokken, jurken, werkveld, toestanden, tijgerprint. Ik heb toch dat jumpsuit meegenomen omdat ik dit toch echt heel leuk vond. Oké. Wauw. Je moet hem echt aandoen. Ja, maar dat is met korte mouwen en dat wil ik sowieso wel niet. Nee, dat snap ik. Maar je kan er wel lekker een bondje overheen doen. Ja, dat. Oh, wat staat erop? Today. Oh, dat is wel heel toepasselijk. Precies, dat dacht ik dus. Maar ik was ook heel enthousiast over bijvoorbeeld deze geplisseerde hoge rok met de tijger. Oh, geweldig. Ja. Vond ik heel leuk. Heel leuk. En ik heb ook een heel leuk tijgerbloesonnetje. Zendertje. Ah, zendertje. En deze. Ik heb heel veel leuke rokken en jurken en. Dus ik denk dat we er wel uit moeten. Nou, dat ook denk ik ook. Een projectje voor je. Ja, leuk. Ben ik ook dol op. En een tijgerjas. Bontjas. Maar ik dacht, ik vind bont en tijger gewoon enig met elkaar. Moeten we zo gewoon hiermee beginnen? Ja, heel graag. Okay. Oh, vind ik leuk dit. Ja. Het is zo leuk hoe enthousiast jullie zijn. Het is echt. Ja, in dagelijks leven worden we niet gesteld namelijk. Nee. Nou, het is maar hier echt ook niet hoor. En is ook, heel af. Heel af. Heel af. Heb je nou een t-shirt met jezelf erop aan? Ja. Oh, leuk. Ja, moet ik mezelf een beetje proberen. Ja, zo is het ook. Ja. Dat was al voor de. Ja, dat was al voor de finale. Ja. Slim ja. Dat jij gewoon een hemdje aan hebt. Ja. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Met een kol? Ja, een wijfje toch. Dat wilde ik nog mailen, maar ik dacht nee, dan krijg je echt een te grote wasbreid. Ach, schat. Oh, dat vind ik wel helemaal geweldig. Ja. Je hebt hele slimme kleren aan. Ja, hè? Ja, voor de lekker met een doorpasserij in de weer. Ik ben benieuwd naar dat hokje. En een panty. Dat kunnen we natuurlijk helemaal lekker naar beneden trekken. Ja. Een typisch meer, alleen dan nog een tintje extra. Ja? Ja. Even kijken, nou, het is wel een beetje een kleine. Zeg maar alsof je bent de Pokémon die geëvalueerd is. Het is Roosnot. Dit gaat niet verder dan dat, helaas. Oh, moet ik wel zeggen dat hij echt. Zag je hem ook deed? Ja, heel leuk. Kunnen we niet. Ah, oh, Mr. Love. Oh, hij is waarschijnlijk te klein. Dat denk ik. Maar hij is wel echt leuk. Ja, dit goes not. Nou, maar dat geeft niks, want we hebben daar namelijk een hele goede tweede variant van. Leuk, hè? Ja, hij is heel leuk. Namelijk deze.
Oh, dan zou je eventueel nog je riempje bij kunnen doen. Ja, precies. Maar dat gaat misschien met deze rok makkelijker, omdat je dan hiermee zit. Ze heeft ook een goud riempje wat een beetje ketting afgeeft. Oh, wat goed. Ik heb ook nog een riem voor je meegenomen. Oh, kijk eens aan. Kijk, deze gaat al een stuk beter. Kijk, ik doe... Ik denk gewoon dat Hiske heel even moet helpen. Ja, tuurlijk. Wil je dat wat doen? Wil je dat ik doe? Dat je dit eventjes zo bij elkaar houdt. Ja. Nou, meer dan dit kan ik wel bij je nou. Nee hoor, schat, maar dat hoeft ook niet. Dankjewel. Alsjeblieft. Want hij is dicht. En dan moeten we daar gewoon even bijvoorbeeld het lekkere rode laarsje onder doen. Nee joh, jij bent je bent niet wijs. Nee, ik vraag het alleen. Nee. Nee joh. Hey, de rode schoenen. Slank je juist af. Ja, precies. Slank je juist af dat je hier juist zo thuis... Zo, die laarzen, die vind ik echt... Ik vond ze al heel mooi. Wow. Jammer dat ze bij mij niet mooi stonden, want ik vind ze echt te gek. Ik dacht misschien... Oh, ja. Ik zag wat vallen. Klastisch. Oh, mijn jas is ook lekker nat. Ja, heel gaaf. En die laars vind ik echt oh, gek. Poes, wat je wil. Gat in de sok. Je kan bijna geen ademhalen, maar dat geeft niet. We zijn bijna de baar, jongens. Het staat je wel echt super mooi hoor. Ja? Ik vind het wel mooi. Zo, ja, zeker die riem bij dat toppie. Ja, je hebt een super slanke taille namelijk. Ja, ik vind het helemaal te gek. En die laarzen, die maken het een beetje lekker stoer. Ja, vind ik ook heel leuk. Maar ik vind het ook echt mooi. Ja? Wauw. Die riem is ook vet. Ja, en ik vind die riem er echt heel mooi bij passen. Ja, God, dat lijkt wel... Nou. Ja, maar kan je daarin zitten, liefie? Dat is wel vrij important dus. Dat jullie gewoon allemaal enorm... Iedereen heeft superveel pijn. Nou, we hebben ook net veel gegeten, hoor. Oh, oké. Ziet het eruit als ik zo zit? Ja, heel goed. Want het ik is krijg vooral... zeg maar geen adem als het niet te zien is. River Iceland. Dit is meer aan... Daar is meer iets mee. Heel leuk. Ja, hij is net iets te groot, hè? Ja, dat is het. Je zou hem eigenlijk even in de was maar moeten hier doen. Maar voor kan het. Ik heb daar echt helemaal nergens last van. Met iets wat je ziet. Nee, maar ik denk dat hier gewoon... Mag ik dit doen? Ja, absoluut. Kleed me maar aan, hè. Nou, kijk. Je truitje namelijk dubbel wat je ziet. Ja, echt te gek. Ja? Ja. En je zou eigenlijk dat truitje heel even in de was moeten doen. Ik vind dit wel... Ja, dit is wel echt iets voor Merel. Absoluut. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, het is echt heel gaaf. Ik vind het ook echt fantastisch. En die rok staat je echt heel goed. Ja. We hebben niet alleen wat voor jasje erop aangedragen. Ja, ik zou lekker voor een bondjasje gaan. Ja? Oh, een heleboel mensen. Deze is een beetje kort, maar we hebben ook nog een langere variant. Is dit wat? Nee. Ik vind dit heel groot. Ja, en ik vind het verschrikkelijk dat het today op de achterkant staat. Maar sorry, dat komt omdat ik het afbreuk vind doen aan je outfit. Ja, dat snap ik wel. Oké, dus uit? Ja, dus uit. Als Hiske het zegt, doe het uit. Ja. Nou, ik vind echt, maar ik vind dat jij hele goede dingen zegt, oprecht. Dank je. Vind ik heel leuk. En het zijn allemaal emmetjes, hè? Dan pas je gewoon, hoor, snoet. Vind ik wel echt. Oh, wauw, diva. Ja, hoor. Dat is wel echt heel tof. Ik vind dit echt heel mooi. Ik heb ook nog een Piaarse variant. Een Piaars? Laten we het passen. Ja, ik vind dit wel. Dit is wel diva, toch? Ja, zeker. Ja, ik vind deze heel erg leuk. Echt. Ik ook, heel. Ik denk ook een hele mooie kleur voor jou. Ik weet niet of het bij die loosjes. En ook heel mooi met dat topje. Ja. Ja, yes, ik zou zeker deze kiezen. Ja, ik ook. Ik vind die kleur wel verschrikkelijk mooi, maar past niet minder mooi bij die outfit. Vind ik ook leuk, maar... Ik vind dit mooier, Je blouse ik ben het gewoon mooi de hele tijd met je eens. Ja. Ja. Ja, je blouse komt er meer een beetje naar voren. Ja, die bruin is fantastisch. En willen we dan bijvoorbeeld ook nog heel eventjes...
Want dit is bijvoorbeeld kleiner. Dit blouseje. Maar jij bent echt wel blij met een kool, hè? Ja, vind ik wel heel erg leuk, maar inderdaad... Nou, kijk, wat je natuurlijk ook kan doen... Dit heeft geen kool, maar is wel heel hoog. En dit is ook kleiner. En dit zie je natuurlijk toch niet met die lange rok. Nee, dat zie je inderdaad niet. Dus dat kunnen we natuurlijk ook nog even proberen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij nu gewoon heel lang op iedereen aan het wachten bent... en dan zelf ineens... Dat vind ik niet eerlijk. Dat doen we niet. Welke wil je liever proberen eerst? Die of die? Ik denk dat als je, ook met die riem, dat ik het wel mooier vind als het effe is. Ja, dat dus begrijp ik heel goed. Ja. Laten we dat doen. Zal ik je hier even... Oké, ik krijg weer adem. Sorry. Wil je dit even hardop zeggen? Die rok is een maat 38, Merel. Dankjewel. Dat is leuk, hè? Nou, dat is wel eens anders geweest, hoor. Dat zegt maar niks, maar. Oh, kijk uit, schat. Oh, nee. Dat was ik bijna niet. Is dit nou... Oh, nee, dit zit er... Ja, dat hoort, Dit zit er los in. Ja. Oh, top. Nou, dat is helemaal prima, want dan is hij niet kapot. Doe ik het nou goed? Ja. Ik heb wel een lekker spulletje. Ja, precies. Kijk, anders zit hij gelijk onder de... Onder de make-up. Ja, dan moet heel even die rok even naar beneden. Die rok in maat 38. Ja, het is heus waar. Of zou ik hem zo doen? Nee, schat, ik zou gewoon even dit helemaal naar beneden doen. En het hele, dit ook helemaal naar beneden doen. Dan kun je altijd nog bedenken dat je die rok niet aandoet. Of gewoon op podium doe je hem in één keer uit. Bye-bye. Volgens mij is mijn avontuur. Ik denk trouwens dat die rits officially aan de zijkant moet. Maar ik krijg hem makkelijker dicht als ik hem achter doe. Eens kijken of ik dat zonder Hiske erop kan. Oh, moet ik helpen? Nee hoor, schat. 38. Poes, ja? We hebben dezelfde maat. Ja. Ik kan je rok ook lenen. Sorry, ik vrees het toch. Een raar hemdje aan die hier zo oprolt. Yes, super. Want het merkje zit namelijk... Hier, zoek je nog een baantje? Anders kan ik hem nog even vragen. Ja, als ik de assistent mag zijn. Ja, zoek je... Deze top zit wel mooier. Ja. Ik vind het ook mooier. Ja, vind ik ook echt mooier. En is het zo dat als je dan zit of loopt... Nee, je ziet er niks van. Is het iets strakker? Die andere mooie. Ja, dat andere was je die andere is mooi. Ja, dat is wel. Ik vind echt die kleuren van die andere leuk, echt maar... veel mooier. Ik ook. Ik heb liever wat vinden jullie, sorry? Ik vond die eerste mooier. Ja? Ja. Absoluut, ik ook. Ja. Ja. Ik vind het, de donkere kleuren komen iets meer, via iets warmer qua uitstraling. Maar dat is, maar kijk. Hij is ja, cool. Dat snap ik wel. Ik vind die mooier. Maar jij zegt in de was doen. Ik zou, ja, hebben jullie een wasmachine, toch? Ja, ja, dat zou ik dan doen. Als in vijver. Maar... Dan krimpt hij gewoon een beetje. Ja. Ik moet dan zou ik die... je taille ook slanker. Maar... Ja, maar dat komt door die... Oh. Okay, ik snap wel, dat colletje vond ik je wel echt heel knap staan. Dat maakt het wel iets chiquer. Nou, dan ga ik daarvoor. En dan gooi ik hem of in de was en anders is die iets te groot. Maar ik voelde me daar ook echt, echt... Ja, je was wel echt heel blij. Ja, ik voelde me er heel mooi in. En hij kleedt je ook net wat mooier af bij de nek. Ja. Dat is echt... Ja, de kleuren vind ik veel warmer. Ja, dat is wel echt waar. Hiske, mocht ik een assistent zoeken? Yes! Bella? Ja, mag. We hadden het er net over. Oh, dat zou ik echt leuk vinden. Wil je het nog een keer aanschat? Nou, nee, ik of zeg denk je dat het ik is af? Content ben. Nou, ja. Ik vind het helemaal leuk. Ook met die schoen? Ja, ook met de schoen, alles. Het is gewoon een totaalplaatje, het klopt. Ik ga het kaartje er even af, mocht je hem in de was willen gooien. Ik ben benieuwd wat jullie voor jas aankrijgen. Ja. Ja, want we moeten natuurlijk nog een jas... Nee, maar wel voor... voor ons. Precies. Ja. Hey, leuk jongens. Ja, superleuk. Oh, je bent de laatste en natuurlijk weten ook al. Jullie hoe jullie gaan zitten? Ja, tegen daar druk. Op het podium. Maar ja, ik hoop maar wel dat ik niet naast Bren bijvoorbeeld moet staan. Sorry, dat bedoel ik niet lullig voor hem, maar ik ben maar los. Zitten jij en Bren bijvoorbeeld naast elkaar? Nee, maar ik denk dat gewoon volgorde, toch? Ja, voor mij deze volgorde. Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. Oh, maar dat is heel fijn. Want dan hebben we niet dat jullie met een beetje dezelfde kleuren heel erg naast elkaar zitten. Nee, ik denk... Ja, dat we qua kleurencombinatie perfect zitten. Ja, dat is wel echt perfect, ja. Ja, want dan zit je qua rood-roze ook niet naast elkaar. Ja, top.
Kom, ik help je. Ja, natuurlijk. Ik heb wel een beetje rood, hè? Maar wel een hele andere kleur. Ja, nou, je hebt Bordeaux. Ja, Bordeaux. Nou, superleuk. Heel erg blij mee. Nou, fijn, schat. Dan ben ik daar ook heel blij mee. Dankjewel. En morgen is het al zover, jongens. Oh. Ja, morgen. Spannend, zeg. Ja. Straks. Dan zitten we hier niet meer. Nee. Thuis op de bank. Nee, in de kroeg. Wat moet ze? Nou, gaat het daar? Kijk, maar misschien is dit wel heel leuk hier overheen. Ja, ja. Dat is leuk. Dat vind ik wel, ja, dat is echt wat voor mij, toch? Ja. Ja hoor. Super cool. Lekker meisjesachtig, ik hou ervan. Wil je hem even passen? Ja, is goed. Kan natuurlijk zonder jurk. Ja. Toch of wil je met jurk passen? Oh nee, dat hoeft niet hoor. Wat je wil hoor, schat. Je mag hem met liefde nog een keer aan. Oh, leuk. Ja, leuk jassie. Ja, dan met die jurk. Leuk voor mij. Ja, vind ik heel leuk. Ja? Vind ik ook heel leuk hier overheen. Ja. Ja. Kijk, leuk. Roze. Ja, oh ja. Ja. Ja hoor. Komt je jurk wel een beetje onderuit. Ja. Maar dat is misschien nog wel goed. Ja, precies. Ja. Vind ik ook wel geinig. Oké, okay, schat. Nou, dat weer. Is... Ja, dat was Jezus. Super. Bijna saai. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Graag gedaan. En wat voor jas ga jij dan aan doen? Dat gaan we nu bepalen. Dat gaan we nu bepalen. Nou, misschien is het wel leuk als jij gewoon... Zou ik het jasje dan weer aan of zeg je hoeft niet? Oh, weet je wat ik leuk zou vinden? Ja, doe het jasje even aan. Hé, hey, jongens, ik gooi gelijk even dat shirt in de was. Ja. Ja. Oh ja, doe, schat. Hoeveel graden moet dat? 60 of 90? Nee, dan haal je dat even. Waar heb ik hem nou? Heb ik hem nou opgehangen? Welke zoek je? Ik zie hem niet. Dat shirt. Ja, sorry, ik heb hem gewoon opgehangen, joh. Ik zou hem... Er staat dat hij op 40 graden mag. Dus dan zou ik hem... 50 bestaat niet. Nee. Dus dan zou ik hem 60 doen. Oké. Okay. En dan gewoon een heel los programma of kort? Dat is misschien wel een risico. Hè? Doe het maar gewoon op 40. Dat krimpt sowieso, want dat is katoen. Oké. Want het is ook niet mooi als je ineens zo strak zit. Nee. En dan gewoon een heel los programma. Ja, doe maar. Oké. Okay. Doe maar, schat. Hoi, die gaat er gelijk in. Kijk, misschien is het wel heel mooi als jij dan een beige jas aan hebt. Oeh. Nou, broeders. Broeders van andere moeders. Hé. Hey. Inderdaad. Een beetje groot, hè? Maar een beetje dezelfde nu. Ja. Oh ja, inderdaad. Sorry, ik zat helemaal niet te kijken. Nee, maar dit is mijn eigen jas, hoor. Ja, precies. Nee, dat zie ik. Beetje groot voelt het. Klein beetje. Ja, hè? Doe maar uit, schat. Hoi, hoi. Oké. Yes. Het is wel leuk dat we zijn begonnen met jou en dan vervolgens ook weer eindigen. Dat is ook niet. Ja. Ja, heel tof. Ik hoor weinig enthousiasme. Ja, ik vind het ook niet hij zo. Is hoor. Ik vind het ook niet echt bij kleurtje pas of zo. Dit? Oh, dat heb ik niet zoveel moeite mee. Ja, nee, dat busje moet je weg, denk ik. Ja, dan. Ik vind dit niet zo'n slechte kleurencombinatie hoor. Yes. Past. Maar we hebben nog een andere donkerblauwe. Yes. Ja. Dit is hem, denk ik. Ja. Deze is beter. Ja. Moet ik even de spiegel omhoog halen? Die laarzen erbij, ja. Ja. Ja, dit is heel tof. Ja, ik vind het heel tof. Het is niet heel kleurrijk, maar dat is op zich ook niet zo heel erg. Nee, met dat wit van een blouseje is dat denk ik wel... Daarom, dan hoeft dat natuurlijk ook niet heel erg. Nee, super. Ik was een pakje van kaal ging laten op het podium mee. Wow. Nou, in de categorie. Dan heb je alles maar geprobeerd. Ja. Doen we ook nog even deze. Voor Hiske. Vind je dat mooier? Ja, ik vind het niet gek. Ik vind het andere mooi. Ik denk, voor mijn persoonlijke smaak vind ik die mooier. Ja. Ja, ik moet niet meer. Ik vind het wel een hele mooie jas. Ja. Ja. Maar bij ik denk die het bij de totale ik vind dit dus een moeilijkere kleurencombinatie dan blauw. Ja. Dan vind ik die jas mooi. Ja, ik ook. Laten we daarvoor gaan. Oké. Okay.
Nou, jongens. Ik zit ook stiekem te kijken waar het vandaan komt. Voor je buiten. Van mango. Ja. De mango. Nee, ik vind vooral dit echt vind ik een gaaf jasje. Ja, dat is echt een leuk jasje. Dank je wel. Oké, jongens. Nou, we hebben het gewoon af. Is iedereen blij? Ja, hartstikke. Ah, oh, yes. Ja, echt te gek. Mag ik wel jongens schuffelen? Ja, natuurlijk. Ja, en zal ik dan nog even, in ieder geval jullie twee hemden even strijken? Ja, super. Willen jullie dan voor mij de strijkbout pakken? Ja. Heel leuk hoor, deze. Heel leuk. Merel, zendertje. Oh, ik heb mijn zender nog steeds niet. Oh. Nou. Huh? Of even met jouw zender doen. Hier ligt ze nog, hé. Ben ik dat? Ja, dat is het. We zijn omgewisseld. En je bent bijna leeg. Yes. Ben ik lekker vol, zeker? Leeg. Ben ik niet. Oh, is dit voor jou? Oh. Maar dat kan toch niet?